Samen met Virginie, mijn vrouw tegenwoordig, zijn wij hier 1,5 jaar geleden weer begonnen. Ja, dat was natuurlijk onwijs prettig na een wat mindere afsluiting in Rijswijk. Maar ja, rugrecht en gewoon weer doorgaan. Dit was een vertrouwde omgeving voor mij. Het team is bij elkaar gebleven, dat is gewoon heel erg prettig. Dus ja, we gingen eigenlijk best wel snel. We hebben een maand met z'n allen verbouwd. Ja, en toen zijn we open gegaan. En ja, sindsdien, als we open zijn, gaat het keurig netjes. Ik denk dat het uniek is voor het Westland. Ik ben heel erg trots op natuurlijk ja, het team van tuinders wat aan ons levert. Dat zijn gewoon hele mooie producten met een goed verhaal. En de versheid, ja, dat is ongelooflijk. Misschien nog wel dieper erop ingegaan nu met de groenten. Echt wel gezorgd dat we nog meer tuinders aan ons konden binden die ja, mooie producten hebben. En dan gaat het in het Westland niet alleen om tomaat of aubergine, maar je hebt ook hele mooie kleine worteltjes, kleine radijzen, de komkommerbloemen, grote komkommers, druiven heb je. Dat is een heel mooi bedrijf, de druiventuin hier zo. Nou, die zitten nog op steenworp afstand. En dat is helemaal ecologisch, wordt dat gedaan. Ja, die smaak vind je in geen enkele andere druif terug. Virginie werkt keihard om ook te zorgen dat dit bedrijf groter wordt. Het meest zichtbare is denk ik dat het team nog bij elkaar is. Daar heeft zij echt een hele grote rol in. Vierdaagse werkweek, dat was ook haar idee. Maar de hele website of de hele marketing, maar de afspraken met mensen, met partijen die samen willen werken met ons. Maar ook het kookboek natuurlijk, dat doet ze. Heeft ze helemaal zelf geschreven, is geen tekstschrijver aan te pas gekomen, heeft zij allemaal gedaan. Ja, en dat vind ik natuurlijk, daar ben ik onwijs trots op haar. Want het is niet dat ze geen andere baan heeft. Ze werkt gewoon als arts op de dermatologie. En ze werkt daar ook gewoon keihard. En dat is ook gewoon om 8 uur 's ochtends er zijn tot 5 uur.